nog een vraag aan de VP. U hebt in Paramaribo Noord laat aangegeven dat om de verkiezingen te winnen moet de leider populair zijn en nog een aantal andere eigenschappen. En ik heb wat mensen hierover geïnterviewd en ze zeggen de leider moet ook integer zijn en dat bent u vergeten om te zeggen. Dus ik ben vergeten, dus je ziet niet dat ik integer ben. Nee, dat en wie, niet, maar wie dat zijn, zijn die mensen die jaloers zijn op Brunswijk. Je kan niet een beter integer man vinden in Suriname dan deze man. Er zijn andere mensen, maar ik durf hetzelfde te zeggen dat ik integer ben. Ik ben de persoon toen al die integere mensen bang waren om de strijd aan te gaan tegen de dictator. Waar al die integere mensen in Paramaribo, niemand kon opstaan. En deze niet integere man was de man die de strijd heeft opgepakt. En tot nu toe, als ik niet integer was of ben, zou ik nooit hier staan. Zo trots. Ik ben trots op mezelf. En ik mag u hier vertellen, wie niet weet of niet, dat niet wil accepteren dat ik integer ben, nou, sorry to you. Maar ik weet dat ik integer ben. Breng nog een andere integer man naast mij, een andere integer leider. Er zijn een aantal. Elke mens is integer. Niemand heeft een minderwaardigheidscomplex. Dat denken ze. We zijn allemaal mensen. Je bent toch ook integer? Goede journalist. Dus iedereen is integer op zijn gebied. Ja? Als je dat niet wil, als je mij niet zo wil accepteren, dat is de wereld. Maar in Gods ogen ben ik integer. Ja? Thank you.